afgelopen 2 jaar was alles koek en ei in de familie De Winter. Maar in maart pakken ze de draad weer op. Dan begint bij de AVRO het 2e seizoen van Bloedverwanten. In de dramaserie komen de verhoudingen binnen de familie weer ouderwets op scherp te staan. Dit seizoen zijn er ontwikkelingen die ze toch weer een kleine terugslag brengen. Dus de grote uitdaging voor de familie is wederom hoe omgaan met die tegenslag. Nou, wat je kunt verwachten is een vervolg op seizoen 1. Hoewel niet direct op 1 volgend. Er zit een beetje een timelapse tussen, zoals we dat noemen. Gaat het verhaal weer verder van deze familie en dit familiebedrijf. En al die ingewikkelde familierelaties en verhoudingen. En ja, hoe gaat dat verlopen? Ja, volgens mij is dat altijd de vraag. Bij deze serie helemaal, dat blijf je volgens mij jezelf afvragen waar het heen gaat. Maar dat is wel weer heel erg leuk eraan. Want het is toch een familie en allerlei familieverwikkelingen. En het is allemaal een beetje extremer dan normaal. En dat is wel heel erg leuk om naar te kijken en herkenbaar. Nou, wil jij het eigenlijk zo graag vertellen? Ben je trots of zo? Ja, dat is het. Ik ben gewoon trots. Ja, ik ook. Op jou dan, hè? Op jou. Nou, spaar maar even op allebei. Ook voor de acteurs zelf zit het seizoen vol herkenbare momenten in vergelijking met hun eigen familieleven. Hoe ik ben opgegroeid, ja, tuurlijk, daar speelde ook van alles. En ik denk, ieder huisje heeft een kruisje, zeggen ze wel eens. God, het zit lekker in de spreekwoorden. De rol van Henriette, Esther, mijn schoonmoeder, daar herken ik mijn moeder wel heel erg veel in. Die is echt een soort ubermoeder die ervoor zorgt dat de hele familie bij elkaar blijft. En dat is soms gruwelijk irritant, maar ook zo broodnodig. Nou ja, de rol van Antje herken ik weer heel erg in haar liefhebben en in haar wens om iedereen gelukkig te hebben en te maken. En daar herken ik wel in. Ik ben de middelste van 3 meiden thuis. En dat zorgende en dat willen dat het altijd gezellig is en dat iedereen naar zijn zin heeft, dat herken ik wel. Of je nou met z'n 2 of met z'n 3 bent, het is gewoon heel heftig zoiets. Ik bedoel, je was net een beetje aan het idee gewend. Ik had wel willen weten of het een jongen of een meisje was. Bij ieder gezin is het natuurlijk zo, als je een beetje doorvraagt, dan komen de skeletten uit de kast. En dan kom je allerlei dingen te weten. Dat je denkt, wat? Nee. Oh, en dat die met die. En oh, maar dat is eigenlijk een zus. En, oh. Ja. Weet je wel? Dus, en dat heb je bij deze serie natuurlijk ook. En nu krijg je echt een kijkje in de diepste hoeken van die kasten waar al die geheimen verborgen zijn. En dat is natuurlijk voor iedereen denk ik wel heel leuk. Ik ben terug voor jou. Je blijft wel mijn dochter, hè? Het 2e seizoen van Bloedverwanten begint op 15 maart. Ja, ja, ja. Het is een privéarchief. Ik ben ervoor ingehuurd. Niet door mij. Ik zie toch wat voor iemand dat is. Wat voor iemand dat is? Jij weet heel goed wat ik bedoel. Martijn? Het heeft maar een paar weken geduurd. Oh, dit is pikant. Ik ben heel blij dat ik leef. En voor mijn omgeving is het ook heel fijn dat ik er ben. Zou ik eens in jouw archief mogen kijken? Zomaar eens kijken wat we tegenkomen.